Ja! Ja! I can hear you! Godverdomme Ronald, nou zijn we de deur kwijt. Trouwens, hallo mensen, welkom bij een spannende, coole aflevering. Hallo, ouwe, dit is heerlijk. Dit is lekker verfrissend en we schieten gewoon vol op oom agent. Doei! Dit gaat zo fout, hè? Ik dacht, we gaan gezellig cruisen. Ik heb wat coole liedjes voorbereid. En wat Gijstoes? Gijstoes, oeh. Is Gijstoes terug? Nee, Gijstoes is veranderd in een kindvriendelijk busje. Kindvriendelijk, gratis snoep. Gratis snoep. Alleen nee, ik wacht nog steeds op mijn gratis snoep. Het is wel echt het perfecte busje hiervoor. Ja. Alleen hebben we een lelijke deuk en 6 kogelgaten erop. Maar... en geen deur. Nou, we staan hier toch perfect? Waarom, ja. Waarom stap je uit, Vincent? Ga weg, rijden, wegrijden, wegrijden. Go, 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 go. Stap nou in, Vincent. Kom achterin, kom achterin. Hij is ook zo stil, hè? Ja, kom Vincent, stap nou in. En niet doen, niet doen. Oh, sorry. Oh, verkeerde pedaal. Niet doen, oké, okay, kom maar in. Weer erin. Oh. Oh! Dag Vincent! Later! Er is niks aan de hand. Kijk, dit... Oh! Kijk, alleen mijn rug zit een beetje door. Stap nou maar in, Vincent. Oh, Ronald. Ja, ik voel me nu echt in zo'n... ik voel me nu echt in zo'n oude brandweerauto. Hoe zit dat nou, zo'n muur in kijk, je rug? Nu weet ik waarom ik zoveel rugklachten heb. Lekkere poephouding, ouwe. Ja, kijk, om zo maar te zeggen. Oh, Vincent. Oh! Waar? Oh, oeh. Stop nou eens met Ronald vermoorden. ik schoon niet eens op Ronald, sukkel. Stap nou in. Stap er nou maar in. Ronald, ga aan de andere kant. Nee, nu heb je pech. Oh, god. Ronald, kies nou je plaats waar je wil zitten. Nee, ik blijf hier. Ik kan er niet eens in, ik ben gewoon naar de banden aan het kijken of ze... Oh, zo, ja. Mooi. Deze auto is echt de mooiste. Maar is nou het snoep. Hé, zet hem op de rails, dan hebben we ook een trein. We hebben nog één band die houdt ons in leven. Kijk of je die kapot kan schieten. Nee, dat hoeft niet. G-Type of Spoorwegen. Zou ik jullie wat kattennamen noemen met een letter S? Doe eens gek, verrassend. Oké, Saad, Saadje, Saba, Sabelle, Sabiens, Sabineke. Wie noemt zijn fucking kat Sabineke? Ik hou alweer op. Vincent, ik vind het echt doodzonde wat je met de auto hebt gedaan. Ja, ik vind je echt één klootzak. Nou, oké, doei. Waar ga je heen? We gaan net naar een leuk iets toe, Vincent. Oh, ik zag het niet meer zitten. Zeg je terwijl je mond vol... Oh. Oh, nee! Oh, deze zag ik niet aankomen. I can't see me rolling. De hete. Hij staat wel echt perfect op het spoor, eerlijk. We blijven ook hoor, zo. Dag Vincent! Succes! Dit is een type spoor mee. Oh man, we hebben gewoon onze eigen privé-trui, weet je, chill. Ja. Nooit meer tussen vervelende mensen. Nooit meer vervelende kinderen die doorheen tetteren. Huilende baby's. Gewoon alle problemen. Oh. Nooit meer Vincent. Nooit meer Vincent in de trein. Vincent. Wat doe jij op je middag? Zit je nou serieus gewoon vast? Ik kan niet echt veel gas geven, want iemand heeft mijn banden lek geschoten. Oké, we spreken er tegelijk waar je het over hebt. Zullen we tegelijk zitten jullie nog op de treinrails? Wij zijn de trein. Wij zijn de trein. Met de trein ga je als een speer. Van Zeist, van Zeist, waar heb jij de tweede autodeur gelaten? Dat is schijn. Verkocht, jongen. Het is toch een Polenbak? Hey. Er is niks aan de hand met mijn auto. Kun je ons hier niet uithalen of zo? En die machinist, die denkt dus van, oké. Let op, ik ben gas aan het geven, alleen ik kom er niet weg. Nee, hij gaat een beetje weg. Nee. Een beetje, maar... zit er gewoon echt vast. Als ik ga remmen... Vincent, help ons! Red ons, Vincent! Hallo, Taxi Duxterms! Hallo! Ik wil graag hier weg. Kunt u ons hier vanaf beuken? Vincent, help ons! Help ons! Oh. Ja, wacht. Oh. Ja! Yeah. Oh! We zijn vrij. Jee, kom, we gaan nu weer verder. Ik wel... Godverdomme, wij zijn nu zo lijkt ver... Vincent! We lijken op nu zo'n lijkwagen. Oh, als dit je lijkwagen is, dan vraag ik me ook echt af hoeveel iedereen van je hield. Vincent, stop. Maya, we hebben nog één band. Chill. Waarom kom je bij mij in de auto? Omdat deze veel cooler is. Oh!
Deze heeft gratis snoepjes. Ja, kom. Nee. Kom op, Vincent, help ons nou. Deze heeft gratis snoepjes. Nee, nee, schiet nou niet onze laatste band nog lek. Ik heb het allerlaatste beetje hoop wat je had. We zouden glitches doen. En wat gebeurt er? We worden ontvoerd door de trein. NS ontvoert Thanks Obama. Ons. Thanks Obama. Vincent. Nou, ga eens gassen. Gas dat die berg omhoog dan. Hier, hier, ja. Kijk dan. Oh, oh. Dat is toch ook een bug? Dat je, van, dat je als je naar achter rijdt, dat je... Ja, ja. Wat is er met jouw achterbak gebeurd? Ik heb ook met de trein gekust. Oh, wat, nou, kom. Taxichauffeur Dutch Term. Ik ga met de trein. Doei, doei. Snel, rennen. Rennen. Ja! Oh, yes! Dag Vincent, bitches! Wacht even. Wow. Oh. Oké, waar moeten we uitspringen? We moeten hier nog even Zullen we een coole actieshop maken? Dat je in de Spring op de auto! Dat je in de auto van Vincent moet springen. Oké, okay, oké. Okay. Blijf er staan, blijf er staan, hè. Dit is jammer. Dit is jammer. Kan je hem ophalen? Ik kreeg random 2000. En alsjeblieft niet doodrijden. Als hij een taxi is, moeten we alle twee wel achterin. Dit zit best wel comfortabel. Oké, okay, hoe kom je achterin? Vincent! Hey! Ja, ja, de waypoint! Ronald. Sorry Vincent, achterin. Ik ben jullie taxi voor vandaag. Okay. Ja, hallo, je beukt me er gewoon uit. Oké, okay, ben je klaar? Keiharde competitie. Waar willen jullie heen? Oh. Godverdomme. Vincent. Ik kom die achterdeur niet in. Wacht even, niet schrikken jongens, ik schiet even wat op de deur. Nee, nee, stap bij mij in. Zeg maar waar ik ben, daar stap je in. Kijk, ik zit heerlijk! Oké, okay, waar moeten we heen? Geen last van overtollig metaal of zo. Nee. Gewoon follow the pink road. Oké. Okay. Oh nee, hier kan ik niet overheen, dus ik moet even een bochtje maken. Check, check, kijk, oké. Okay. Oh, wat voor muziek wil je dat ik voor jullie draai? Oh, my ex is living Texas. Ik heb zoveel spijt van deze taxi. Betalen jullie nog? Nee, nee, ik heb een no-betaal policy. Oké, nice. Je bent zo'n hoge rank. Ik heb een pedopas. Ik heb een taxi voor jullie, een Bobcat. Daar kunnen we toch op... Oh, god damn it, Ron. Daar kunnen we ook niet in! Hier. Ik wel. Hoppa. Ik zit in de kofferbak! Ga eens rijden. Oh, nee, 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 dit gaat niet goed. Oké, okay, we moeten een andere auto vissen. Oh, nee, Vincent, ga maar in de... Oh, Vincent, wat heb je gedaan? Politieauto! Oké, okay, jongens, ik hou de politieauto beveiligd. Ik hou niet bij kattennaam, oké? Okay? Hou jij maar bij kattennaam. Sam de Peper. Oh. Sam de Peper? Schrikkeltje. Scooby-Doo. Hoezo noem je je kat Sam de Peper? Weet ik veel. Dan zit je ook echt zo van, fuck jou kat. Oké, okay, wie hebben we hier? We hebben hier een dikke noob. Je kunt hem ook Chakran noemen. Wieuw, wieuw, wieuw. Je kunt hem ook Tolkan noemen. Tolkan? Dat... Au! Wow! Politie is agressief. Oké, okay, Vincent, jij kan... Oh. Waarom rijdt de politie? Stap nou mee, Vincent. Jezus zeg, ga niet vallen of zo. Stap in, boefjes. Ik ga jullie eens lekker arresteren. Zijn kat slip. Dit maakt het niet echt beter, hè? Als we het hebben over dat ik jullie ga arresteren, boefjes, en je kat slipje noemen. Ja. Hé, hey, mijn kat. Hey. Poesje, hey. Zal ik jou eens een lekker slipje geven? Hey. Waarom zijn we ook echt zo ver ontvoerd door de fucking trein? Ja, echt, hè? Jouw schuld. Niet mijn schuld, taxichauffeur Dirtsturms. Vincent, het is jouw schuld. Uit straf moet jij nu je snor weer zetten. Deal? Maar misschien is het wel... Waarom? Omdat het november is. Oh! Ja. Verdomme, waarom moeten we zo fucking... Of rood, dit gaat altijd beter. Guys, I got this. Ja? Weet je wat ik heb? Wat? Lekker bekertje met melk. Eerlijk, ik ben trots op je. Ik had verwacht dat er in je moeder grap ging komen. Maar trouwens, dat is best wel lekker. Want als je melk met van die Maria biscuitjes neemt en dan in de melk dipt, dat is super lekker. Maria biscuitjes? Ja. Wat vaks Maria biscuitjes? Zijn dat die koekjes met chocola? Of zijn dat van die theekoekjes? We zitten volgens mij allemaal in de war met koekjes nu. Ja, wat fuck. Oh. Wat is gebeurd in hun schuur? Godverdomme politie, zien jullie niet dat ik een collega ben? Ik ben wel 17 jaar oud. Papi, politie. Papi, daar kom ik aan. Papi, ik zal je pakken. Dit klinkt zo kut, hè? Hoezo? Oh, wacht, wat doe ik moeilijk? Jongens, I got this. Ga cheaten, hè? Nee, ik ga niet cheaten. Ik ga legaal spelen. Hey, kijk eens, Vincent, als je aan de...
als je aan de linkerkant ziet, zie je downtown. Daar zijn wij geweest. Eerlijk, hoezo vindt de politie dit niet verdacht? Een auto zonder kofferbak, alle ramen kapot, bandlek, helemaal ingedeukt. Rijd even langs. Niks aan de hand. Normale dag. Kijk, daar is ons hotel, Vincent. Waar? Weet ik niet. Oh, daar! Daar! Ja. Daar is... In de verte, dit is jammer. En dit is nog maar het begin van de verbazingwekkende avonturen die... Vincent, Ronald en Gijs... ...gaan meemaken. Hun reisje boordevol actie, lachwekkende, levensgevaarlijke en ontzettend spannende situaties. Samen ontmoeten ze fantastische vrienden, kwaadaardige vijanden... ...en komen ze wezens tegen die je nog niet eens in je wildste dromen tegenkomt. Tijdens hun avonturen ontdekken we een magische en mysterieuze wereld... De ongelofelijke wereld van GTA Online.